Ja, zelfs standen de bed had een hoed opgezet. Sinds zijn trouwdag was dat al geleden. En ook Piet met de jak droeg een keurig zwart pak dat uit beste katoen was gesneden. En zo zijn ze tezamen ter begrafenis gegaan van hun fabriek, zo heel plots overleden. En zo zijn ze tezamen ter begrafenis gegaan van hun fabriek, zo heel plots overleden. Prachtig gezicht, goud en zilver en licht, rond de koets die de kist kerkwaarts voerde. Ooglui in ornaat, bleken feilloos in staat, net te doen alsof iets hen ontroerde. En de arbeider zag vol respect en ontzag, hoe die heren hun nummer opvoerden. En de arbeider zag vol respect en ontzag, hoe die heren hun nummer opvoerden. Paarse pastoor, over hemelbad en helbranden. Waarom die zalver besloot, uw fabriek is niet dood, maar leeft verder in andere landen. Want de arbeider wint, maar het kapitaal beschikt, en dus nederig uw lot in zijn handen. Want de arbeider wint, maar het kapitaal beschikt, en dus nederig uw lot in zijn handen. Een heel chique meneer sprak, zo ziet u alweer dat uw vakbond u trouw is gebleven. Ze heeft de lijkkoets gehuurd en 3 kansen gestuurd en het geld voor de grafzerk gegeven. Spijt ons en Vlaams textiel, maar de markt is mobiel, zoals Marx heel terecht heeft geschreven. Spijt ons en Vlaams textiel, maar de macht is mobiel, zoals kameraad Marx heeft geschreven. Thuis heeft Jan met de bed weer zijn bed opgezet en zijn hoed in de kast weggeborgen. Alleen Piet met de jak in zijn keurig zwampak sprak voorzichtig, toch maak ik me zorgen. Het was uitkrachtig vandaag, maar voor ons rijst de vraag, voor wat leven wij arbeiders morgen? Het was uitkrachtig vandaag, maar voor ons rijst de vraag, van wat leven wij arbeiders morgen?